Het is Even Leuk is een theatervoorstelling die deze week of komende week van start zal gaan. En daarom heb ik uitgenodigd Gina Berggraaf, die meer zal vertellen over hoe deze tentoonstelling eruit zal moeten zien en welke doelgroep en waarom gekozen is voor een tentoonstelling. Mevrouw Berggraaf, goedemiddag. Goedemiddag. Er wordt een tentoonstelling gehouden en die wordt georganiseerd door HB Media. HB Media, waaraan moeten we denken? HB Media is opgericht in 2020 met als doel om entertainmentproducten te produceren met een duurzaam karakter. Dus alles wat we nu produceren willen we ook eigenlijk of met een grote impact neerzetten of dat het herhaaldelijk plaatsvindt, jaarlijks. Ja. En we gaan een theatershow doen, geen tentoonstelling. Dus dat was even, ja, theatershow in Theater Thalia wordt dat. En wanneer is deze theatershow? Ja, we hebben 3 maart hebben we die gepland. We beginnen om 6:00 is de inloop en 6:30 begint de show tot 8:30. En het is voor kinderen van 8 tot 16 jaar. We hebben ervoor gekozen omdat ik thuis de klachten kreeg vanuit mijn kinderen. Wanneer is er nou een keer iets voor kinderen? En dat ben ik verder gaan uitwerken tot wat we nu hebben ontwikkeld. En een kaartje is 350 SRD. En de ouders zijn natuurlijk ook welkom. Want niets is zo leuk om theater te ervaren met je familie, je vrienden. Ja, het is echt een ervaring, willen we meegeven. En wat is het thema? Het thema is harmonie. Daar hebben we bewust over nagedacht. We willen graag aan de kinderen meegeven dat we het samen moeten doen, dat we met elkaar zijn, dat we elkaar aanvullen, dat we niet in hokjes hier op aarde zijn, maar dat we het, ja, één is geen, dat we het met z'n allen doen. En hoe verlopen de voorbereidingen? Want wat moeten we daarbij voorstellen, theatershow? Er is geoefend, ja. Wie allemaal? Ja, dus als eerste heb ik nagedacht over, oké, wat komt in de line-up, wat willen we overbrengen? En een van onze hele mooie eigenschappen van Suriname is dat we heel veel cultuur in ons land hebben. Verschillende cultuur. En ik heb dus verschillende groepen benaderd en gevraagd of ze mee zouden willen doen aan deze show. We hebben bijvoorbeeld de Chinese dansgroep Dream Art op het programma. We hebben de Indiaanse muziekgroep Sambura Woyupore. We hebben een Indiase dansgroep Thai 22. Dus de culturen komen aan de orde, maar het moet ook leuk zijn. Dus we hebben tussendoor hebben we bijvoorbeeld The Mysticals. Okay. En dat is een fusion dansgroep. En we hebben ook MC Jogo, die komt met grappen. We hebben Jason, EDYT en Norma Santé, prachtig talent. Jazz en zang. En aan het begin van de avond hebben we Circus One, om alles helemaal goed te starten. En ik ben iemand vergeten, sorry, dat is Noel Wilson. Okay. Ja, de saxofonist. Ja. Wat te worden. Ja. En de groepen oefenen afzijdig van elkaar, maar is er misschien dan een generale? Ja, de generale is 2 maart, dan komen we bij elkaar en dan gaat ook de lijn duidelijk worden. Wat ik wel meegegeven heb aan de groepen is het thema natuurlijk, om daar langs te ontwikkelen. Dat hebben ze meegenomen in hun show. Ik heb ook meegegeven de doelgroep, 8 tot 16 jaar, en de ouders. Om ook de act interactief te maken. Dus ik ben heel benieuwd. En het is 3 en 4 maart? Ja, dus we hebben 3 maart hebben we de show met verkoop. Ja. En omdat we die show al eenmaal ontwikkeld hebben en omdat we vinden dat cultuur voor alle kinderen is, hebben we ook met de groepen afgesproken om de show ook voor de kinderthuizen op de planken te zetten. En iedereen heeft daaraan meegewerkt, of pro deo, of met een gereduceerde fee. En we zijn de gemeenschap ingegaan met, oké, we willen deze show ook beschikbaar maken voor kindertehuizen. Kunnen jullie doneren? Dus dat loopt nu, al een week, 2 weken zijn we daar volop mee bezig. We willen 20 tehuizen brengen, noem ik het even, naar Theater Thalia. We hebben in eerste instantie
meer dan 40 tehuizen gevraagd of ze hier aan mee willen doen. Ja. En alle tehuizen hebben gereageerd. Niet alle tehuizen hadden bijvoorbeeld kinderen in de doelgroep. Enkele tehuizen hadden andere activiteiten, ja, et cetera. Dus uiteindelijk hebben 20 tehuizen aan ons gezegd we willen. Mm-hmm. En die zitten, die komen vanuit het hele land. Paramaribo, Wanica, Kommerwijnen, Para, Saramaka en Ikeri. En het idee is dat we ze ophalen. Enkele hebben zelf al een bus en dan willen we helpen met benzine. Ja. Ze komen naar Theater Thalia, er wordt voor ze gekookt. Ze krijgen een bakje eten en dan gaan ze de show in. Tijdens de show krijgen ze wat versnaperingen en drank. En aan de show, na de show willen we ze ook wat leuks meegeven. Dus ik begrijp het goed, als ik het, er is een show die gewoon commercieel is, yes, je gaat, je koopt je ticket, ja, en de volgende dag heb je dan de show speciaal voor de kinderen te huizen. Yes. En hiervoor zoeken jullie dan eigenlijk ook nog de donateurs om dat te kunnen financieren. Ja, ik moet zeggen dat het heel erg goed gaat, okay, er is zoveel liefde in Suriname, mooi om dat te voelen en te zien. Dus heel veel individuen, bedrijven, organisaties komen in. Voor de show van 3 maart, daar zijn we, daar zijn nog sponsorpakketten voor beschikbaar. Dus aan de bedrijven die kinderen en ouders als doelgroep hebben, de oproep om zich, als ze interesse hebben om zich commercieel te positioneren, om zich kenbaar te maken. En met betrekking tot die van voor de kinderen te huizen, ja, dat loopt ook goed. Dat loopt goed. De financiën voor de 20 tehuizen is al binnen? We zijn richting einde. Ik heb vanochtend weer een donatie binnen gekregen. Mm-hmm. Ondertussen zijn we ook weer bezig met bijvoorbeeld een tent. Dus de gesprekken lopen met alle partijen die iets willen doen. Eind van de dag maken we een start op van waar we zijn. Mm-hmm. Maar het ziet er heel erg goed uit. Ik ben aangenaam verrast. En die show, de beloofd iets te moois te worden? Ja, natuurlijk. Ja. Iedereen heeft er ook zin in. Alle artiesten kijken ook echt uit naar het moment. Het gebeurt niet vaak dat ze als doelgroep op deze manier kinderen in de zaal hebben met ouders. En zo gevarieerd. Hè? Want dus we gaan er een leuke tijd van maken. Het is even leuk. En als ik een ticket wil kopen hiervoor? Ja, dat kan bij de Suite Sting en bij Theater Thalia. En die dag zelf worden ook de kaarten in het loket verkocht? Ja, maar we willen eigenlijk zoveel mogelijk van tevoren verkocht hebben. Want dan heb je gewoon duidelijkheid en is er geen teleurstelling als je komt bij de poort en er zijn geen tickets meer. Dat zou jammer zijn. Dus zoveel mogelijk van tevoren kopen. U gaf aan, HB Media is bezig met entertainment. Ja. En hebben jullie in het verleden ook andere projecten georganiseerd? Ja, ja. We zijn, het eerste project dat we hebben gedaan is tijdens COVID-tijd. Waarbij we in Theater Thalia met film toneel hebben neergezet om te informeren over vaccinatie. Okay. En dat hebben we in een eigen taal gedaan. Dat was een filmpje voor de Guyanese doelgroep en een filmpje voor de Hindustaanse doelgroep. Ja. En daarna zouden we verder gaan met de andere talen. Maar goed, toen ging ook COVID wat verder. De groepen werden ziek. Dat had ook wel wat uitdaging. Dat was ons eerste project. Het tweede project was Appreciation for Volunteers. Ja. Dat hebben we georganiseerd voor alle vrijwilligersorganisaties, leden van vrijwilligersorganisaties, om een dagje gewoon te komen genieten van cultuur, van een theatershow. Dat hebben we met sponsoring hebben we dat georganiseerd, om ze een hart onder de riem te steken en ze te blijven motiveren. En de derde productie was in december, dat was Geef een Show Cadeau, waarbij bedrijven, of voor hun zakenrelaties of voor hun werknemers, een kaartje cadeau konden geven in plaats van een keer uit eten of in plaats van een kerstpakket. Ja. En voor dit jaar zijn er nog andere zaken op schema, op agenda? Ja, okay. Ik heb een jaarplan uitgewerkt. We hebben een jaarplan uitgewerkt. En wat we hierna willen doen is een project Suriname Goes Sustainable. Mm-hmm. Waarbij we eigenlijk een tweedaags congres organiseren over dit onderwerp. Ja. We hebben ook op het programma dat we een aantal culturele groepen op het podium zouden willen zetten, gefocust op die cultuur. En dan kunt u denken aan een avond voor de Libanese leden in onze gemeenschap. Ja.
Een avond voor de Braziliaanse leden in onze gemeenschap. Dus daar ben ik, dat zijn we nu aan het uitwerken. Zodat dat stukje cultuur uitgelicht wordt en neergezet wordt. We hebben nog een aantal andere dingen in het vooruitzicht, maar daar kom ik weer een keer. Oké, nee. Tot slot, heeft u met betrekking tot de show van dit weekend nog iets aan toe te voegen? Ja, ik wil de sponsors noemen die we tot nu toe hebben. Twee gold sponsors hebben we. Dat is Assuria Verzekeringen en de IDB. Dank aan hen natuurlijk. En ik wil iedereen oproepen om een kaartje te kopen. Kom met je neefje, je dochter, je zoon, je buurvrouw, je buurjong, je buurmeisje. En kom gewoon gezellig naar Theater Thalia. Mevrouw Berggraaf, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Hartelijk dank voor having me. Ja. En ik ben gekomen aan het eind van deze aflevering van Magazine 4 op maandag 27 februari 2023. Ik ben Sam Blankendal en van hieruit nogmaals sterkte aan de familie van Roy Hupsel. Onze collega hier bij ABC is er niet meer. Hij is overleden, de owner of the sky, die heel wat leuke muziek heeft gedraaid hier in de geschiedenis van Suriname. En bij ABC zullen we hem zeker missen. Nogmaals, gecondoleerd ABC en vrienden, familie, kennissen van Roy Hupsel. Morgen zijn we terug, tot dan.